Vandaag maak ik een hoofdgerecht en we gaan ervoor een lamskroontje maken met gegrilde witte asperges. We maken hierbij een groene kruiden lookmayonaise die zowel bij vlees als bij de asperges past. We hebben gegrilde kropsla en we maken daar een pom à la bij. Goed, we starten met onze groene kruiden lookmayonaise. We hebben onze puree van onze groene kruiden rucola, peterselie en spinazie gemaakt. Die zijn gekookt geweest in water met bicarbonaat. En waarom is dat? Dat is omdat we een mooie groene kleur willen krijgen van onze puree. We moeten natuurlijk voor zorgen dat we onze kruiden, als ze geblancheerd zijn, dat die kort gekoeld worden in ijskoud water, om zo een frisse kleur te behouden. Zodoende hebben we de puree en dan die mayonaise erbij. Als we die puree mixen, gaan we er ook een steentje knoflook bij doen, dat we de smaak ervan bij krijgen. Voilà, dat is voor de saus. We gaan nu verder met de asperges. Het is seizoen. En witte asperges zijn herkenbaar aan de mooie witte koppen. En de asperges hebben ook zo nog een beetje een knisperend geluid als je ze over elkaar laat rollen. Dat wil zeggen dat ze zeer vers zijn en dat de schil ook heel stevig is. Goed, onze asperges zijn geschild. We gaan ze nu gewoon een beetje pareren. Dus te zeggen, we gaan ze allemaal op gelijke lengte snijden. Ik heb hier al een beetje kokend water opgezet. Goed wat zout erin. De asperges liggen in ons kokend water. We laten ze een minuutje of twee meekoken, want anders gaat dat veel te lang duren om die te kunnen garen op de grill. Goed, we gaan onze aardappel een beetje pareren naar een cilinder. Dus zeggen, maken dat we een beetje een ronde vorm krijgen voor onze pomana. Dat is de Franse benaming voor een aardappel. Waar we ronde schijven uitsnijden en waar we dan achteraf een taartje mee gaan bakken. Een soort van aardappeltaartje in een kleine koekenpan. Zo, ik heb mijn uitsteekvorm. Het is wel een beetje pruts en duwwerk. Voilà, bijna zo goed als rond. We snijden ongeveer schijfjes van 2 mm dikte. En we hebben nu onze aardappelschijfjes en we gaan ze bakken in een klein pannetje met geklaarde boter. De geklaarde boter gaat ervoor zorgen dat onze patatjes niet gaan verbranden bij hoge temperatuur. En je mag er toch wel een goed aantal schijfjes voor gebruiken. We kunnen daar ook een klein beetje op duwen tussendoor om zeker te zijn dat alle schijfjes mooi op elkaar liggen en dat ze toch mooi aan elkaar zouden kleven door het aardappelzetmeel. Ze mogen mooi goudkleurig gebakken worden en dan gaan we ze keren. Terwijl onze patatjes rustig verder gaan, gaan we beginnen met ons vlees te bakken. We hebben ons lamskroontje en er al peper en zout op gedaan. En we kunnen ook onze geklaarde boter gebruiken. Aan langs twee kanten een beetje goed aankleuren. We kunnen dat vlees verder garen in de pan op een zacht vuurtje. Maar je kunt dat ook eventueel goed aanschuren in de pan en dan laten garen in de oven op 180 graden, ongeveer een minuutje of 4-5 en dan is dat ook goed. Persoonlijk vind ik dat lamsvlees rosé moet gebakken zijn, maar nog een beetje rood in zitten, niet te veel. Dan hebben we toch een beetje een zachte smaak van die vlees. Dit is al mooi korstig gebakken langs de ene kant, nu laten we een beetje aan de andere kant ook goed kleuren. Als je merkt dat die patatjes aan de ene kant goed gekleurd zijn, mag je ze omkeren en kunnen ze terug rustig laten kleuren aan de andere kant. Nu rest er ons alleen nog om onze asperges te grillen en de kropsla. We kunnen nu beginnen met de afwerking van ons bordje. Dan beginnen we onze asperges te leggen. We leggen ongeveer 2 of 3 de man. We leggen er een mooi stukje gegrilde kropsla bij. En we hebben natuurlijk onze mooi krokant gebakken pomana. We gaan nog een klein beetje kruiding aan toevoegen op onze sla. En om af te sluiten gaan we onze groene kruiden look mayonaise erbij doen. We hebben ons bordje gereed. Mooi gegrilde groentjes, gezonde groentjes, vlees van het seizoen. Ik zou zeggen, laat het smaken.